Oké, okay, welkom weer terug bij een nieuwe video tutorial voor Blender. Ik heb eindelijk uitgezocht waar de screencast keys gebleven zijn. Die schijnen sinds 2.6 verwijderd te zijn, dus moest ik opnieuw downloaden. Zoals je ziet, als ik nu een muisknop indruk, zie je dat het hier aangeeft wat welke muisknop het is. Middelmuisbutton, rechts of links. En als ik een toetsencombinatie indruk, bijvoorbeeld als ik G druk om te bewegen, G. Wordt ook duidelijk welke toets ik indruk. Dus mocht er niets te volgen zijn, dus als het iets te snel gaat, kun je hier onderin zien welke toetsencombinatie je ingedrukt hebt om het voor elkaar te krijgen. Wat ik vorige keer jullie achter heb gelaten, heb ik jullie gevraagd om wat bezig te gaan met Blender en een paar objecten in elkaar te steken. Te kijken of je daar iets interessants voor kon maken. En vervolgens gaan we nu kijken hoe we daar hoe we wat dieper in kunnen gaan op de materie om iets te vervormen, om iets vorm te geven. Wat ik vergeten ben in de vorige video uit te leggen is hoe we in de andere views terecht kunnen komen. Sommige mensen die uit een ander 3D-programma gewerkt hebben, zitten waarschijnlijk ook te zoeken naar de orthographic views, de front, side en top views. Zoals ik al vorige keer aangaf in de user preferences, bij onder input was de optie Emulate Numpad. Die kan je dus aanzetten mocht je geen numpad op je toetsenbord hebben. Het is namelijk zo als je op 1 drukt op de numpad en terwijl je je muis in de viewport houdt. Het is heel belangrijk als je dingen sneltoets gebruikt in Blender, dat je wel de muis in het juiste venster hebt. Als ik hier bijvoorbeeld op de tijdlijn ga en ik druk dan op 3 voor de side view, dan doet hij niks. Als ik met mijn muis hier in de viewport ga en druk op 3, gaat hij naar de side view toe. Zoals je hier bovenin kan zien, zit ik nu in de right view, maar in perspective mode. En om te gaan modelleren is het belangrijk om in een orthographic mode te zitten, zodat we een goed beeld krijgen van hoe ons object eruit ziet. We willen natuurlijk kijken hoe ons object in 3D eruit ziet in perspective, maar modelleren willen we in orthografische view zitten. Zo doen we dat. Ik druk even weer op 1 om in de front view te gaan. En de numpad 5 zorgt ervoor dat we tussen orthographic en perspective kunnen switchen. Als je dus ook hier op let, als ik nu 5 druk, zie ik dat die verandert tussen auto en perspective. Zo met de 5 kunnen we dus in perspective mode kijken. En als we uit perspective mode willen, drukken we op 5 om in orthographic view te zitten. Zo krijgen we een iets duidelijker beeld van onze objecten. Voor de mensen die dus geen numpad hebben en die hebben dus en de numpad geëmuleerd hebben met de user preferences, die kunnen dan gewoon op de numerieke toetsen drukken, zoals 1 boven de Q. En de 2, 3, 4, 5, 6, 7 enzovoort. Belangrijk is dat je 1 is de front view, 3. Het doet heel raar omdat ik al een numpad heb. Mocht je dat dus hebben, als je dan 3 drukt, dan krijg je dus in plaats van numpad 3, krijg je dus ook in de side view. En 7 is top view. Dus 1, 3 en 7 zijn de manieren om te switchen tussen een front view, side view en top view. En 5 zorgt ervoor dat we in perspective mode zitten of in orthographic view. 4, 5, 4, 2, 4, 6 en 8. En 9 worden eigenlijk niet gebruikt. Ja, ze worden gebruikt om iets te roteren. Dus ik 4 druk en ik roteer, dan kan ik met een aantal graden om mijn model heen draaien. Soms kan het handig zijn, ik heb ze eigenlijk nog nooit gebruikt. Dus onthoud gewoon, 1 is naar de front view, 3 is naar de side view en 7 top view, 5 perspective, orthographic. De 0 wordt gebruikt als je een camera in de viewport hebt. Als ik nu op 0 druk, gebeurt er niks, omdat ik geen camera heb. Eveneens als ik op punt druk, zorgt ervoor, als ik een numpad heb, zorgt ervoor dat ik inzoom op mijn geselecteerde object. Als ik hem uitgezoomd ben, ik heb mijn aap geselecteerd en ik druk op het punt, zoomt hij in op het object wat geselecteerd is. Dus die informatie moest ik dan even geven. Op deze manier kun je dus ook heel makkelijk je objecten vormgeven en direct zien of ze goed staan. Als ik nu mijn front view kijk, zie ik dat mijn cilinder niet helemaal recht is.
niet zoals ik het wilde. Dus als ik nu ook roteer, roteer ik alleen om de y, om de x en de z-as. Of roteer ik nu om de y-as, alle assen behalve de assen die ik zie. Dus ik zie nu de y-as niet, dus daar roteer ik om. Ga ik naar mijn side view en roteer ik om mijn x-as. En wat die rond is, blijft die rondje draaien. Eveneens in de top view roteer ik om mijn z-as. Als ik nog een keer op R druk, roteer ik weer vrijvorm. Ik liet even alles en dat kan ik doen door op A te drukken. Als ik op A druk, zorgt hij ervoor dat hij niks selecteert. En als ik weer op A druk, zorgt hij ervoor dat alles selecteert. Soms moet je een paar keer op A drukken om alles te selecteren of alles te deselecteren. En nu zie ik dat alles, als alles geselecteerd is, zie ik dat daar een oranje, geel randje omheen zit. Ik heb nu alles geselecteerd, ik druk op X en ik wil deleten, dus ik druk op delete. Ook belangrijk is dat je optie, wat je aanklikt, bij je muiscursor komt. Dus als ik hier in een hoek ga staan en druk op X, dan is mijn optie helemaal bovenin te zien. Soms is dat een beetje verwarrend, omdat je dan verwacht dat de optie hier komt. Maar de optie die je dus aanklikt, hangt af van de positie waar je muis zich beweegt. Dat is heel belangrijk. Goed, we willen dus even weer een nieuwe kubus in onze scène zetten. We zien dat onze muiscursor weer verplaatst is, onze 3D-cursor. Dus die willen we weer terugzetten. Dat doen we dus weer door Shift-C in te drukken. En nou, het staat dus duidelijk welke knoppen dat zijn, Shift plus C. En vervolgens wil ik een object toevoegen. Dus ik wil een kubus toevoegen, dus ik druk op Shift-A. Shift-A van Add. En ik voeg een kubus toe. Dan heb ik hier mijn kubus toegevoegd. En nou kunnen we daar van alles mee doen. We kunnen verplaatsen. Wat we al gezegd hebben, maar de pivot point blijft nog steeds op hetzelfde punt staan. De pivot point is te veranderen op verschillende manieren, maar daarvoor wil ik eerst naar edit mode gaan. Naar edit mode, als we hier onderaan klikken, zien we hier object mode staan. En dat heet object mode. Als we deze aanklikken, zien we verschillende modes. We hebben texture paint mode, weight paint mode, vertex pose, sculpt mode en edit mode. We gaan vooral voornamelijk eerst in edit mode kijken. Als we daar klikken, zien we dat onze kubus, als ik even de muis of even de navigatie viewport draai, zie dat mijn kubus verandert en nu een paar puntjes heeft. De puntjes zijn vertices voor mensen die het nog niet weten. En we hebben natuurlijk tussen twee vertices ontstaat weer een edge. En tussen vier vertices zijn vier edges en die vormen samen een face, een polygon. De sneltoets voor edit mode, om er in en uit te gaan, is tab. Als ik op tab druk, zit ik weer in object mode. Als ik weer op tab druk, zit ik weer in edit mode. En in deze edit mode kunnen we onze objecten veranderen en vormgeven. Vervolgens kan ik dus net als in object mode, kan ik delen van mijn mesh selecteren. En ik kan nu alleen maar puntjes selecteren, omdat ik in vertex mode zit. En die vertex kunnen we hier vinden welke mode je zit. We hebben hier dus een vertex mode, waar we dus nu in zitten, waardoor we puntjes kunnen selecteren. We kunnen meerdere puntjes tegelijk selecteren door op shift te drukken. En vervolgens kunnen we dan meerdere puntjes selecteren. Het puntje wat wit geselecteerd is, betekent dat dat de active selection is. En dat wordt later wel weer duidelijk. Daarnaast hebben we dus de optie ook om edges te selecteren, dus we kunnen de optie edge hier aanklikken. Vervolgens zie je dat mijn puntjes verdwijnen en mijn edges wel zichtbaar zijn. Nu houdt hij de selectie nog steeds, dus we willen even de selectie weer verwijderen. Dat doen we door op A te drukken. Als we vervolgens weer op A drukken, selecteren we weer onze hele kubus. Dus ik wil even op A drukken om niks te selecteren. En vervolgens kan ik dus nu op een edge klikken. Deze edge kan ik dus weer verplaatsen, net als met de vertices. Als ik nu op G druk, wat we in object mode gedaan hebben, kan ik nu mijn object in zijn op één subniveau lager verplaatsen. Dus ik kan nu weer meer vorm aan mijn kubus geven. Eveneens als ik weer op Z druk, beweeg ik hem alleen rond de Z-as. Als ik weer op X druk, doe ik hem alleen rond de X. Als ik op Y druk, doe ik hem alleen rond de Y-positie. Daarnaast hebben we dus ook nog de optie voor face selection. Daarnaast
Als we die aanklikken, kunnen we dus een vlak selecteren. Een vlak is dus een polygon, een face. Het heeft verschillende namen in verschillende 3D-programma's. Het belangrijkste is dat je weet dat het een vlak is, een face is. Vervolgens kunnen we die dus ook weer op allerlei manieren verplaatsen, op G te drukken. We kunnen hem ook schalen natuurlijk, als we dat willen. Dus we hebben een andere vorm in ons object. We kunnen hem roteren. En zo kunnen we dus verschillende vormen geven aan ons object. Nu we in edit mode zitten, kunnen we ook onze kubus, onze pivot point, verplaatsen. Als we op A drukken om de hele kubus te selecteren en we drukken vervolgens op G om te bewegen, of we pakken onze blauwe pijl en we slepen omhoog, zien we dat ons puntje hier, onze pivot point, blijft staan. En dat is alleen mogelijk in edit mode. Als ik nu even uit edit mode ga, ik druk op tab om weer in object mode te gaan en ik bewegen, zie ik dat dat puntje meebeweegt. Dus alleen in edit mode kunnen we ervoor zorgen dat het puntje blijft staan, maar dat ons object, onze mesh, verandert. Nu kunnen we dus zorgen dat wij onze kubus omhoog zetten, zodat ons puntje op de onderkant staat. Als we dus nu uit edit mode gaan weer, dus ik druk weer op tab. En als we nu roteren, dan zien we dat we onze kubus nu kunnen roteren om dat punt. Eveneens schalen. Schalen gaat er vanuit dat punt. Dus mochten we zeggen we willen deze kubus groter hebben, maar we willen hem wel op de x-as houden, druk op schalen, op z om de z-as te activeren. En nu kunnen we onze kubus groter of kleiner maken. Op die manier kunnen we pivot veranderen. Dat is één manier om een pivot point te veranderen. We kunnen ook weer naar vertex mode gaan. Ik klik hier dus weer op vertex. En ik kan zeggen, ik klik een vertex aan. Wat voor optie we nog meer hebben, is de shift S. En we hebben vorige keer naar gekeken dat we de cursor naar de center kunnen doen, die 3D cursor. Maar we kunnen ook zeggen, zet die 3D cursor op de positie van mijn selectie, dus van die vertex. Dus ik druk op shift S, ziet cursor to center, maar we kunnen ook kiezen cursor to selected. Nu zien we dat onze cursor veranderd is naar die vertex. Dus nu weer uit edit mode gaan, en we gaan weer naar object mode, en we roteren, zien we dat er niks verandert. Want belangrijk dat we nu al eerst tegen Blender zeggen, dat dit puntje, onze pivot point, naar onze 3D cursor gaat. Om dat te doen, gaan we naar Tools. Zien we hier Set Origin. Daar klikken we op en dan zeggen we vervolgens Origin to 3D Cursor. Dus dit is een origin, een pivot point. En die willen we naar de 3D cursor hebben. Dus we kiezen voor Origin to 3D Cursor. En we zien nu de sneltoets Shift, Ctrl, Alt, C. Dus als je een beetje flexibele en lenige vingers hebt, kan je Ctrl, Alt, Shift, C indrukken. En dan krijg je ook dit venster wat je dus hier ziet. Dus nogmaals meerdere manieren om dat te doen. Ctrl, Alt, Shift, C. En zoals ze zeiden, Origin to 3D Cursor. En als je dan oplet op 3D Cursor, zie je dat daar het puntje verplaatst. En als we dus nu roteren, roteren we vanaf dat punt. En als we schalen we vanaf dat punt. En als we plaatsen, heeft niet veel invloed erop. Het is vooral de schaling en de rotatie waar de pivot invloed op heeft. Dus op die manier kunnen we de 3D cursor heel makkelijk gebruiken. Dus wat we vandaag geleerd hebben is hoe we in de viewports kunnen werken. Hoe we dus in de front view kunnen werken met nummerpads of de nummertoetsen bovenop het keyboard. Als je de emulate numpad aangezet hebt, kunnen we naar de front view, de side view gaan, dus de right view. Kunnen we naar 7 naar de top view gaan. En met 5 kunnen we naar perspective gaan of in orthographic mode gaan. Kom ik achter dat ik nog één ding vergeten ben. Eveneens als we naar de front view gaan, kunnen we ook naar de back view gaan. Door middel van het indruk van control. Dus we control 1 indrukken.
gaan we naar de back view. Als we Ctrl 3 indrukken, gaan we in plaats van de right view naar de left view. En Ctrl 7 gaan we in plaats van de top view naar de bottom view. Dus op die manier kan je heel makkelijk switchen tussen de views om je objecten te creëren. Daarnaast hebben we dus gekeken hoe we in edit mode onze objecten aan kunnen passen door middel van de vertex selectie. En hoe we de pivot point, vertex selectie of edge selectie of face selectie hieronderin. En hoe we ons pivot point kunnen veranderen zodat hij roteert om het punt waar wij het willen hebben. En dat is vooral bij animatie handig. In de volgende video gaan we hier weer dieper op in. En zo proberen we steeds meer de basis modeltechniek onder de knie te hebben, zodat we straks het huisje kunnen gaan modelleren waar we eigenlijk naartoe werken op ons project. Oefen hier een beetje mee, experimenteer vooral heel veel, maak fouten, probeer die weer op te lossen. Daar leer je dus heel veel van. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer. Succes!